Stap 2 gaat over licentiekaart activeren of de licentiecode activeren. En die licentiecode kan op de achterzijde van het boek staan of die kan op een licentiekaart staan. En op die manier krijg je toegang tot het boek. Ik denk, Elisse, uh, uh, aan jou het woord om dat even toe te lichten. Yes. Um, dus je bent nu ingelogd op DigiPlein met je eigen account. En dan zie je in het Digiplein menu onderaan licentie activeren staan. Als je daar naartoe gaat, uh, dan zie je ook die vier hokjes die dus ook op de achterzijde van je papierenboek staan of op je licentiekaart staan. En hier kun je die 16 letterige uh, activeercode invoeren. Um, zoals Jeroen al even kort benoemde. Als je nou een tweedehands boek hebt en je vult hier de licentiecode in, maar die is al ooit geactiveerd door uh, iemand anders, dan krijg je daar een melding van. Dan krijg je ook een melding dat je meteen een nieuwe licentiecode kan aanschaffen. Uh, en die, dan kun je kiezen voor één, twee of drie jaar. Want in principe heb je met een licentiecode al toegang, drie jaar toegang tot het digitale boek. Uh, maar is het een tweedehands boek, dan zul je de digitale code even opnieuw. Moeten aanschaffen. Maar dat kan dus gewoon ook hier bij licentie activeren. Als je hem hebt ingevuld en je klikt op licentie activeren, euh, dan zal het boek vanzelf verschijnen op je digitale boekenplank. En zal de hier dus: komen te staan?